Stadion is leeg, maar niet helemaal leeg. Kijk eens wie er zijn. Mark van Bommel en Bert van Marwijk, de vader en opa van deze Thomas van Bommel in de selectie van MVV. Het was even wennen voor iedereen. Vooral ook om Peet Bijen in het shirt van ADO te zien. Maar daar moeten we gewoon aan wennen. Natuurlijk, MVV liet ook af en toe dingen zien. Schrooien, we weten dat hij van afstand kan schieten. Maar het was allemaal, ja, wat ik al zei, wennen, een beetje aftasten. En ja, nieuwe omstandigheden, zonder publiek. Maar laten we in hemelsnaam blij zijn dat we weer losgaan op Fox Sports. Hier een koppoging van Yaya Boussakou in de basis. Net als Michiel Kramer, John Goossens, Lex Immers, Milan van Ewijk en dus Bijen. ADO krijgt hem er maar niet in. Hier Kramer met zijn nieuwe blonde kapsel. Toch een aardige kans voor hem. In de 54e minuut dan een kopbal van Peet Bijen die eigenlijk Tommy Beugelsdijk een beetje in de weg loopt. Beiden kunnen daardoor niet goed koppen. In de rust dan focus op deze Thomas van Bommel. En natuurlijk naar vader en opa. Want van Bommel mag dan invallen bij MVV. Hier is Visser en die vindt de lat. Aardige poging. MVV had verdiend hier op voorsprong te komen. Mooie poging van Visser. Geen geluk voor hem. ADO is natuurlijk aan zijn stand verplicht om deze wedstrijd toch wel te winnen. Maar dat vonden ze nogal moeilijk. Vooral omdat Stijn hier te laat is en Polly hier hoog overschiet. Wellicht dus niet een wedstrijd om heel erg snel over naar huis te schrijven. Maar we zijn weer los. Gelukkig.